Jan de Vos, de vijfde editie van de Rijnmond Korfbal Cup. Wat is er allemaal anders? Ik geloof te beginnen met de naam, hè? Ja, het is eigenlijk een jubileumeditie waarbij we tegelijkertijd afscheid nemen. Dankzij de betrokkenheid van Omroep West, die ook een mediapartner gaat worden naast RTV Rijnmond, hebben we besloten om de Korfbal Cup uit te breiden met het district Noordwest, dus de provincie Zuid-Holland. Ja, en wat is dan logischer om het voortaan de Zuid-Holland Korfbal Cup te gaan noemen? Wat is er nog meer nieuw bij deze editie? Ja, het aantal deelnemers. We hebben 31 clubs die zich hebben aangemeld en zoveel hebben we er nog nooit gehad. Dus daar zijn wij al blij mee. We hebben ook een aantal teams uit het district, zeg maar Noordwest, de regio Den Haag, ons Eibenest en Ondo, zijn nieuw om deel te nemen aan de Zuid-Holland Korfbal Cup. Dat zijn aardige namen, Eibenest en Ondo uit Schravenzand. Dat zijn mooie clubs. Ja, ja. Ondo is natuurlijk wat jonger. Als je dus, ja, ik had net nog iemand aan de lijn die heel ver teruggaat in de korfbalwereld. En als je het dan hebt over ons Eibenest, is dat gelijk de club waar het lampje bij gaat branden vanwege de successen vroeger natuurlijk. Ja, ook wel is Ondo natuurlijk ook aardig aan de weg aan het timmeren. Wie is de favoriet? Ja, als je natuurlijk heel eerlijk bent, PKC, SWK groep is natuurlijk toch wel weer als korfbal league club de favoriet. Ze hebben de cup natuurlijk al 3 keer eerder gewonnen. En ze weten natuurlijk dat als je hem 5 keer wint, dan mag je hem houden. Dus ze zullen nu op weg gaan voor de 4e keer. En de andere prominente, KCC, de winnaar van vorig jaar, ook er weer bij? Ja, KCC Delta Logistiek doet mee. Daar zijn we heel blij mee. KCR doet mee. Detos natuurlijk in het Dordtse wat dat er gaat. Ja, we zijn met alle clubs die deelnemen zijn weer bijzonder blij. Het leuke is en blijft natuurlijk die koppeling van die D1 teams met die eerste teams. We hebben vorig jaar natuurlijk ongelooflijk getroffen dat we tot de halve finale van dezelfde clubs KCR en KCC de D1 en het eerste team hadden. Ja, helaas speelden die toen tegen elkaar en kon het nooit de finale worden. Maar we hebben toch ook weer bij de finale vorig jaar gezien dat die ambiance voor die D1 kinderen geweldig is. Toch, Omroep West gaat meedoen, dus clubs uit Zuid-Holland erbij. En het zijn er maar 2. Hoe komt het eigenlijk, maar 2? Ja, ik denk dat even de gewenning is wat dat er gaat. We hebben ook niet kunnen communiceren dat Omroep West al deelnam toen we de uitnodiging gingen versturen. Je zou kans maken dat als ze dat nu horen, dat ze alsnog mee willen doen. Nou, dat geeft niks. Ik bedoel, het is de eerste editie van de Zuid-Holland Korfbal Cup. Ook daar willen we er zeker de 5 en de 10 en de 15 mee halen. Omdat het natuurlijk, ja, toch het grootste invitatiekorfbaltoernooi van Nederland is. In een prachtige regio met 2 prachtige mediapartners. Zowel RTV Rijnmond als Omroep West. Ja, en wie weet dat wij door ons evenement er ook in slagen om jij met je collega's van Omroep West nog verder te laten samenwerken natuurlijk. Ja, het is natuurlijk de korfbalprovincie van Nederland. Met 2 topploegen, Top Sassenheim en PKC uit Papendrecht. Ja, het kan niet mooier eigenlijk. Ja, daar zou ik Fortuna Delft er ook wel bij willen frommelen, als je dat niet erg vindt. Ja, nee, absoluut. De metropolis Den Haag, Rotterdam, uitgebreid met neem Sassenheim, neem Dordrecht, Papendrecht. Ja, heeft op veel gebieden leading in Nederland, maar ook zeker op korfbalgebied. Daarnaast hebben we natuurlijk ook ieder jaar de zaalfinale in ons prachtige Ahoy natuurlijk. Hoe gaat dat verder? Wanneer is de eerste ronde? Wanneer is de finale? Dan moet ik even nakijken. Ik dacht dat de eerste ronde in de week 46 was. Die begint, dacht ik, met dinsdag 16 november. We gaan vanavond loten met de 30 deelnemende teams. Ja, wie tegen wie speelt. Het is bij ons altijd zo dat het laagst gespeelde team speelt altijd thuis. Dus ja, wie weet dat we erin slagen om Ondo bijvoorbeeld te koppelen aan PKC. Dan hebben we echt een spektakel. De loting is niet geplaatst. Alle balletjes hebben dezelfde temperatuur. Dus mocht dat eruit rollen, dan hebben we geluk gehad. De afgelopen 4 edities hebben we altijd geluk gehad. De grote ploegen, Detos, PKC, kwamen eigenlijk elkaar nooit tegen. En we hopen ook nu weer op hele leuke wedstrijden, waarin we met name de korfbalsport willen promoten natuurlijk. Nou ja, we gaan loten. Laten we het hopen. Ondo tegen PKC. Een ongetwijfeld volle Westlandhal in Schravenzand. Kan die mooier? Ja, nee, absoluut. Even die loodjes warm en koud maken. Ja, dan zouden ze nu nog even de magnetron moeten stoppen. Maar nee, dat doen we niet. En het is ook bewezen dat eerlijk duurt het langst. We hebben het afgelopen 4 jaar niet gedaan. En we hebben toch altijd hele leuke wedstrijden gehad. Met name wat de grote teams beseffen natuurlijk. Een Detos en met name ook PKC. Dat zij natuurlijk, doordat ze altijd uitspelen, met name de korfbalsport enorm promoten. Want overal waar ze komen is het uitverkocht. Ja, want PKC deed vorig jaar niet mee. En nu weer wel. Is het om die reden? Nee. PKC had vorig jaar natuurlijk ook de eigen organisatie van de Europa Cup. In al een heel druk programma natuurlijk, omdat ook veel PKC-spelers zowel in het nationale A-team als in de junioren, de Jong Oranje selectie zitten. Hebben ze toen besloten niet deel te nemen, maar gelukkig heeft Ben Crum dit jaar gezegd, nee hoor, we haken weer in. We vinden het een heel mooi evenement, we begrijpen de doelstelling en we doen ze graag, zowel met ons D1 als met de selectie nemen we deel.